Yo, in ieder geval weer een gloednieuwe video. We gaan dus nu eventjes, ik ben nog steeds in ieder geval in principe hartstikke ziek. Maar we gaan gewoon lekker bezig met koken alvast. Wat ga ik maken? Gebakken aardappels. Eerst ga ik om ze koken, dan ga ik ze bakken. Waaronder kippenvleugels. Doe ik ze eerst even bakken in een pannenkoekenpan. Dan pas ze weer in de oven. Hartstikke lekker, hartstikke top. Broccoli met een hamkaassaus. Oh, dat wordt hartstikke lekker. In ieder geval, dan ga ik lekker filmen. Dus ik kijk jullie gewoon gezellig. Maar ik kook met Brian natuurlijk. Dus dat gaan we dan gewoon doen, hè? Nou, in ieder geval, we gaan dus eventjes een goede aardappels pakken. Even lekker schillen. Ja, dat gaan we dan gewoon gelijk doen. Even kijken hoor. Welke aardappels gaan we pakken? Ja, sowieso grote. Want ik hou al sowieso van 3, 6 aardappels. Of 7. In ieder geval dat ik genoeg heb. Want ik heb nog vrij een grote eetlust, eerlijk gezegd. Nou. Nee, ik ben hartstikke snot verkouden. En dan sta ik lekker heerlijk te koken, maar ja. Het gaat gewoon door, weet je. Waarom eigenlijk dat ik zo vlot reageer, waaronder snel kook. Dat is gewoon eigenlijk omdat ik straks niet meer hoef te doen. Ik ben nou wel een beetje aan het voorbereiden natuurlijk. Nu hoef ik in de avond, hoef ik in principe alleen op te warmen. Om zo te zeggen. En dan hoef ik helemaal niet meer te koken, want ja, normaal vind ik het koken, ik vind koken ook wel hartstikke leuk hoor, daar niet van. Nou ja, ik loop nu ook een film te kijken. Ik ga eventjes op pauze zetten. Nee, want het is al sowieso lekker om kippenvleugels eerst te bakken in een pannenkoekenpan. En dan zeg maar bij kippenvleugels moet je een half uurtje ingooien. Ja, dan ga je eerst de kippenvleugels dan in dit geval doe ik de kippenvleugels eerst lekker bakken in een pannenkoekenpan. Beetje kruiden aanbrengen. Dat later in de olie wat jij over hebt in een pannenkoekenpan, gooi je later over de kippenvleugels heen. En doe je dat in in de natuurlijk gewoon in de oven. Nee, want ik ga nou alvast mijn aardappels koken. Ja, valt ernaast. Oké. Even kijken hoor. Kan niet twee dingen tegelijk doen, want dat heb ik zelf heel erg veel moeite mee. Hoe heet dat? Dit is ook toevallig mijn eerste kookvideo, eerlijk gezegd.
ja, video, vlog. Vlog, video, koken, weet ik veel hoe je het ook wil noemen. Dus de eerste keer, en ik vind het wel best wel grappig. Want ja, je gaat eigenlijk koken, maar je lult eigenlijk officieel gewoon onzin in die tussentijd. Oh. Ja. Zo. Wat was dat? Natuurlijk koud water erbij. Oh. En dat nu aan de kant brengen. Dit moeten we ook toevallig koken. Maar we gaan eerst. Ja. Dat gaat nu dus niet worden. Dat wordt als er zo heel even in. Wat neutron eigenlijk heel gezet. Ja, wacht even hoor. Beter laten ontdooien. Ik kan beter alvast mijn aardappels gewoon een beetje alvast voorbereiden en de broccoli. Ik zag ze allemaal nooit. Of ja. Ik ga het gewoon lekker doen, joh. Zoveel mogelijk. Steeltje zal lekker weggooien. Dit hierin. Gelijk een beetje opruimen, want. Broccoli is op dat moment al voorbereid in die tussentijd. Dat is goed hoor. Ik kan de pannenkoekenpannen kan ik al in principe alvast ook voor al voorbereiden. Nou, waar doen we ermee? Natuurlijk olie. Ik vind olie op dat gebied toch wel beter. Even kijken hoor. Eén.
dat is 2. Dan doen we even een bovenraampje daarboven open. Want anders staat hier straks een beetje blank. En dan hebben we een probleem. Ondanks dat wij hierboven geen afzuigkap hebben, ja, dat gaat een beetje lastig, hè? Dat gebied. Zo. De olie van de pannen zijn al klaar. Nou, doen we één voorbereiden voor de, alvast voor de gebakken aardappels. En dat doen we bij deze natuurlijk. Lekker zwart peper doorheen. Tra-tra-la-la-la-la. Zo. Nummer 1, dan zit er al een zwarte peper doorheen. En dan nog erbij zout. Dan zo breng je eigenlijk de aardappels, gebakken aardappels, eigenlijk weer lekker op smaak natuurlijk. En ja. Zo heb ik dus nou in die tussentijd, heb ik nou al heel veel dingen voor, bij, ja, al voorbereid. Waaronder de broccoli. De kipvleugels zijn nu aan het ontdooien, om zo te zeggen. De aardappels zijn nou in die tussentijd ook al aan het voorbereiden. Dan hoef ik ze straks niet meer te koken. Nou, dan gooi ik ze eigenlijk in principe. Doe ik ze dan alvast in stukjes snijden. En dan zien we het wel. Zo doe ik eventjes. Even kijken. Die rolgordijnen even open. Zo, ja. Ik ben ook in die tussentijd een beetje aan het sporten. In die tussentijd. Maar ja, je ziet het waarschijnlijk nog niet eens in mijn armen. Maar nog een beetje oefenen. Een beetje dit eraf. Beter kan niet. Nou, in ieder geval, de aardappels zijn lekker aan het koken in die tussentijd. Ik kan alvast wel een bord alvast om straks die aardappels in stukjes te snijden. Ik heb toch mijn ruimte toch nodig. Waar de aardappels natuurlijk in worden gekookt, kan ik dit doen. Hoomkaas, saus, moet lekker zijn. Ik ben benieuwd. Moet dat hartstikke lekker zijn bij een broccoli. Ik heb dat nog nooit gegeten, maar wie weet is het ook hartstikke lekker. We zijn natuurlijk al bijna 13 minuten lekker aan het filmen. Yay! En dan sta ik hartstikke leuk te springen, maar je bent hartstikke ziek. Hartstikke ziek. Nee, nee, nee. Ja, doen we dat. Wow. Zo.
Nee, want ik ga aankomen vrijdag ga ik lekker naar een sportschool. Dus misschien als jullie het leuk vinden natuurlijk. Ja, kan ik wel een video maken. Voordat ik naar de sportschool ga. Dus, doe daar natuurlijk blauwe likes erbij. Zeg maar, dus doe natuurlijk een blauwe likes erbij. En zet dat natuurlijk onderin in de comments. Want dan, ja, als jullie dat leuk vinden als ik zo lekker aan het sporten ben. Ja, moet je dat gewoon zeggen. Oh, is het leuk, weet je wel. Dan doe ik dat gewoon. Ja, heel simpel. Maar verder met koken. Even kijken hoor. Ik ben niet helemaal eigenlijk bij, jou gezegd. Oh, bijna in mijn fik gesneden. Gaat gelijk goed. Auw. Het is warm. Joh. Tuurlijk is het warm. Auw, toezeer. Het is warm. Jol. Ta 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 ta. Ta ta. Auw, auw. Oh. Nee, maar in ieder geval, ik ga het inderdaad binnenkort. Vrij binnenkort, alleen we moeten nog steeds een dag inplannen. Dan ga ik met Dex TC ga ik lekker samen een video maken. Dus het is al super veel zin in. We gaan naar een verlaten locatie. Ergens, alleen we weten nog niet waar. Ik ga zelf ook al binnenkort samen met een maatje van mij. Maatjes zelfs. Ga ik lekker naar Duitsland. Naar een bunkers toe. En ben ook wel heel erg benieuwd naar wanneer we gaan. Eerlijk gezegd. Maar sowieso met een andere YouTuber, waaronder Dex TC. Die gaan wij gewoon samen lekker een keer naar verlaten locaties. Ik had allemaal super vette foto's laten zien. Ik had tegen hem al gezegd. Ben je ooit op een verlaten locatie geweest? Hij zei nee. Nou, oké. Nou, ik had dus een paar ideetjes laten zien. Hij vond het super tof. Nou, dat gaan we een keer doen. Heel simpel. En hij heeft er wel naar zijn zin. Hij heeft er vrij veel zin in, eerlijk gezegd. Dus, ik ben wel... alleen we moeten even samen kijken van wanneer we gaan natuurlijk. Want ja... Ondanks dat hij is natuurlijk bezig met mixen en video's presenteren. Nou ja, groot gelijk. Ik ben ook natuurlijk heel veel bezig met mijn video's om beter weer omhoog te krijgen. En natuurlijk meer abonnees te krijgen. En ja, dat is het gewoon. Dus zo, in ieder geval, de aardappels, even by the way, de aardappels zijn al klaar. Al hun stukjes. Nou, dan hoop ik dat een beetje met die kippenvleugels al een beetje klaar is. Want ik wil dat natuurlijk alvast een beetje maken.
Ja. Zoals je ziet is het nog hartstikke bevroren. Gezellig. Dat wordt eigenlijk letterlijk op een bord neer. Ah, het is koud. Dan doen we dat maar alvast maar voor een paar minuten maar erin. Ja, een beetje om te laten ontdooien, 5 minuten. Die gaan we alvast erop gooien. Even kijken, dat is dus niet handig, dus dan is het handig om het hier zo neer te zetten. En ik maak alvast de schaal klaar waar straks de kippenvleugels op gaan. Ja, mooie schaal in ieder geval. Duurt altijd lang, hè, als je moet wachten. Zo. Wat we wel kunnen doen is voor de aardappels zal wel vast klaarleggen. Kippenvleugels maar ook al alvast warm. Want dan kan het alvast gewoon alvast helemaal naar garen en weg allemaal. En het is wel warm. Ja, ik kan het wel alvast een beetje bewegen. Dat is 1. Dat is 2. Die andere ga ik weer terug in de vriezer. Voor de volgende dag kan ik dat ook weer gebruiken. Ja, oké. Kijk hoor. Volgens mij viel er wat naast, maar weet niet zeker. Zo, van de aardappels zit er al in. Al snel weer wat omhoog. Die gooien we gelijk in de vaatwasser. Hey, ik ben alweer 24 minuten bezig. Zo, van de aardappels
Van de kippenpoot gaat ook alweer lekker. Gaan we een beetje de peper. De peper gaan we alvast een beetje doorheen gooien. Want dan wordt die kruiden op dat gebied heel snel lekker warm. Een beetje ingegooid. Grote. Aardappels gooi ik niet te hoog, want dan is dat gewoon te snel klaar. Ik wil jullie even zien hoe het eigenlijk vanuit dit punt eruit ziet. Zoals je ziet, de olie is lekker warm. Ja. Maar dit wordt lekker, echt waar. En dat ook. Dus dat wordt straks weer lekker smullen. Nee. Dus ja, dat wordt in ieder geval lekker smullen uiteraard. Nee, want dan heb ik zeg maar de kippenvleugels en de volgende aardappels voor de volgende dag. Uiteraard. Ik heb nog maar 18 minuten filmen, dus als jullie denken van hey, hij is gestopt met filmen. Nou, dat komt dat ik nog qua geheugen nog... Qua om te filmen nog net 18 minuten heb, dus misschien stop ik al wel wat eerder met filmen. Maar dan laat ik het wel op dat moment wel de laatste, de resultaat laat ik natuurlijk wel nog zien. Ik zou zeggen tot straks om het resultaat te laten zien. Ik zou zeggen ja, tot straks in principe. Zo, het is al bijna klaar en het eten is al klaar, om zo te zeggen. Laat dat even normaal even zien. Jullie ziet het. Ziet al heel goed uit. Nou, nog een de kaassaus. Gewoon kaassaus. En dan moet het goed komen. En dan is het gelijk klaar voor vandaag. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor deze video te bekijken. En ik zou zeggen,
Natuurlijk abonneer natuurlijk op dit kanaal. Doe een blauwe like erbij. En ik zou zeggen tot de volgende video. En natuurlijk livestream. Hey, fijne dag verder. Houdoe.